Hallo beste prepshopbezoeker. Vandaag wil ik jullie graag het verschil laten zien tussen de X17 kloofbijl van Fiskars en de X27. Nou, eerst wat gelijk al opvalt is de lengte, het gewicht ook. Deze is weer een stuk kleiner, dit is de X17. Iets kleiner, iets lichter. Aan laten zien heb je natuurlijk niks, dus vandaag wil ik jullie even laten zien hoe ze in actie zijn eigenlijk. Ik ga zo meteen wat hout kloven, we hebben een houtkachel, dus dan komen zulke kleintjes, maar ook deze grote komt zeker van pas. Het is ook een van de eerste keren dat ik de grote X27 gebruik, dus ik ben heel erg benieuwd. Tot nu toe ben ik wel fan van de X17. Hij is wel licht natuurlijk, maar tot nu toe heeft hij alles goed gedaan. Zo. Redelijk klein voor mijn lengte. Ik ben bijna 2 meter, dus ik ben heel erg benieuwd naar de grote X27. En ik ga het laten zien. Oké, eindoordeel. Ik begin even met de kleinere, terwijl de
X17. Hij heeft zeker zijn plek, absoluut. Is natuurlijk wat kleiner, iets lichter. Zou je ook gelijk denken, nou, je kan alleen kleine stukken hout mee doen. Is ook wel zo. Het is natuurlijk geen super klover, niet super zwaar. Dus de hele grotere stukken, ja, heeft hij toch wel meer moeite mee. Maar ik heb het ook heel lang met alleen deze gedaan. Dus ja, heb je per se die grote nodig? Nee. Is wel heel erg handig. Deze heb ik dus heel lang gedaan. Heel wat kuubjes hout mee gekloofd ook. Alleen ja, zoals je ook zag, bij sommige stukken, die zijn net wat steviger, net wat harder, nog wat dichter op elkaar, dan komt die grootte wel heel erg goed van pas. Deze krijgt het uiteindelijk wel voor elkaar, alleen ben je er veel meer mee bezig en duurt het veel langer. Kijk, zoals nu waar calorieën en weet ik veel wat allemaal geen probleem is, ja, maakt het niet zo heel veel uit, je bent alleen wat langer bezig, dat is het. Maar wil je toch wat efficiënter gaan, kun je beter op die grootte afgaan. Dus eindoordeel, zeker handig, absoluut. Alleen voor de grotere stukken net wat minder. Nou, dan nu het monster. De X27. Super. Een van de eerste keren dat ik hem echt gebruikt heb. Excuus voor het geluid, de hond heeft net ontdekt dat het water heel erg leuk is. Nee, super bijl, wat zwaar, soms wat onhandig, maar dat is ook gewenning, denk ik. Ik ben dus wat langer, 1,97 eigenlijk, zeg maar 2 meter, 1,97. Deze kan ik soms net wat meer kracht zetten. Het richten, soms wat lastig, maar ik heb wel het idee dat met meer gebruik dat het ook wel beter gaat. Grotere stukken, geen partij, in één keer er doorheen, soms 2-3 keer, maar lukt zeker. Wat met deze dus weer net niet kan eigenlijk. Dus kloof je af en toe wat hout voor een klein kampvuurtje of even in de zomers even een vuurpot aan. Dan is deze X17 is goed genoeg. Kloof je vaker en ook de grotere stukken hout, heb je aan deze toch net wat meer. Ik heb ook geprobeerd van allebei of met allebei aanmaakhout te maken. Deze doet dat nog verrassend goed. Het is wat onhandig natuurlijk. Ik bedoel, het is een groot ding van meer dan 2 kilo. Dus ja, wat kun je ervan verwachten, maar het gaat op zich best goed. Daar doet deze het wel weer wat beter. Ja, is ook kleiner, wat lichter, dus makkelijker te hanteren. Dus ja, het is maar net waar je voorkeur ligt. Met deze lukt het ook wel. Het zal geen firesteel vuurtje worden. Of het moet heel goed zijn, dan kan het altijd natuurlijk. Maar als je gewoon een aansteker hebt of aanmaakblokjes, lukt het hiermee prima. Dus ga je wat meer kloven en kloof je vaak en ook wat grotere stukken, dan wordt het deze. Of allebei. Kloof je af en toe, niet al te veel, niet al te grote stukken, lukt deze ook prima. Deze kun je ook nog eens een keer makkelijker dragen dan zo'n enorm monster op je rug. Nou, dat was mijn vergelijking tussen de X27 en de X17. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en veel kloofplezier.